Ja, het is een heel vreemd verhaal. Vorige week was ik nog daar bij de boeren. Vorige donderdag hebben ze een petitie ingediend bij de DC. Ik was toevallig in Ikeri. Voor een heel iets anders, maar ik ben. Je weet, Ikeri is klein, men hoort het. Dus je wordt erbij gehaald. Kijk, hoe je keert of draait. Het terrein is van LVV. Is aan LVV toegewezen. Al sinds 2004. Daar is stalweide opgezet. Boeren hebben hun vee daar rondlopen. En nu met allerlei intriges en ik weet niet hoe ik het verder moet noemen. Proberen mensen een behoorlijk stuk te claimen daar. Het is reeds ontbost. En het is langs de asfaltweg. Dus iedereen gooit zijn ogen erop. Maar dit gaan we niet pikken. Ik heb met de boeren afgesproken. Ook al moet ik daar gaan staan. Ik kom voor de boeren op. Maar dit kan niet. Wat er nu gebeurt, kan niet. Vraag een perceel ID aan als je een bezig bent met een grondaanvraag. Duurt maanden. In dat geval is het binnen een dag geproduceerd. Dat zegt veel. Ik beschuldig niemand, ik bespreek niemand. Maar het zijn zaken die wij constateren. En het kan niet, het moet teruggedraaid worden. Er is een rechtsgang ingezet. Laten we ook dat even afwachten. Maar ik ben zelf ook benieuwd. Dus LVV is niet betrokken geweest? Nooit, er is nooit een advies opgevraagd van LVV. De eigenaar van het terrein, er is nooit advies opgevraagd van de DC. Die verplicht, volgens de wet verplicht is, advies te geven. Maar nu zeggen de veeboeren, minister, dat er heel veel kwaad wordt aangedaan. Dieren worden vergiftigd, er wordt daar brand gesticht en schuttingen worden kapot geslagen, zodat vee gewoon vrij kan rondlopen. Wat kan LVV in deze gaan betekenen? LVV doet haar uiterste best. De hele omrastering was kapot. We waren bezig dat allemaal in orde te maken. We waren voor 3/4 al klaar. Aannemer was bezig. En dan krijgen wij een uitspraak van de rechter dat de overheid alle beheersdaden moet stoppen. Ik bespreek de rechterlijke macht niet. Maar als ze even daar waren geweest en zich hadden georiënteerd, dan waren ze misschien anders geïnformeerd. Maar in elk geval, de koeien grazen, die kun je met geen enkel rechterlijk bevel stopzetten. En er wordt wel gesaboteerd door waar wij kanalen hadden gegraven om water naar binnen te halen, de koeien ervan konden drinken. Daar wordt gesaboteerd. Maar ik laat aan de mensen hun geweten over. In alle gevallen, de terrein is van LVV en blijft LVV. Maar de heer Jody die geeft als voorstel dat hij geeft aan dat jullie terreinen tot Galibi, LVV mag dat nu doen, terreinen uitgeven. En hij zegt in afwachting op het hoger beroep waarom LVV alvast niet een terrein daartoe heeft aan de veeboeren. In Galibi? Nee, niet in Galibi. Kunnen vanaf een bepaalde plek tot Galibi. Luister. Ik weet niet, ik neem aan dat u ook een landbouwerszoon bent. Een terrein in cultuur brengen. Terwijl de koeien daar nu honger hebben. Dan moet ik daar terreinen uitgeven die nog in cultuur gebracht moeten worden. Gras beplant moeten worden. Ik had een veel beter voorstel van hem verwacht als landbouwer zelf. Laat me eerlijk zijn. We werken eraan om voor definitieve oplossing, maar het kost tijd. Maar nu voor dit moment is dat geen oplossing.